Boeren worstelen al jaren met de stikstofcrisis. Ze voelen zich benadeeld in vergelijking tot andere sectoren. Ook vissers ondervinden nadelige gevolgen hiervan. Anja Keuter, lijsttrekker van BBB Flevoland, en Harold Hofstra, lijsttrekker van de ChristenUnie in Flevoland, gaan met elkaar in debat over hoe de stikstofcrisis opgelost moet worden. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Over een kleine maand mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Politieke partijen zijn volop bezig om kiezers te motiveren om te gaan stemmen. Grote thema's zoals stikstof, klimaat en woningtekort domineren de campagnes. Bij ons aan tafel Anja Keuter van BBB Flevoland en Harold Hofstra van de ChristenUnie in dezelfde provincie. Dame en heer, goedenavond. Goedendag. En van harte welkom. Mevrouw Keuter, wat is voor u de mooiste plek van Flevoland? Urk. Urk, waarom? Ja, daar woon ik natuurlijk. Ik woon op de haven, ons eigen bootje voor de deur, ons eigen kottertje. En dan de jongens die bezig zijn met de netten en de fuiken. Maar dat duurt niet lang meer? Ik mag toch hopen dat de IJsselmeervisserij er nog wel heel lang is. Want de visserij wordt steeds meer ingekrompen. Die zit in een heel moeilijk pakket momenteel, ja, klopt. Ja. Ja, maar ik ga ervan uit dat er nog steeds, dat er altijd visserij zal blijven. Oké, okay, gaan we het straks over hebben. In Hofstra, wat is voor u de mooiste plek voor Flevoland? Poeh. Dat is wel een gewetensvraag. Er zijn zoveel mooie plekken in Flevoland. Ja. Maar als ik dan toch eentje moet kiezen, denk ik dan... Ik denk dat een mooi plekje die ook pas nog heel recent is, de Markerwadden. Dat vind ik wel echt een mooie plek. Ik ben er nu een aantal keren geweest. En wat ik daar altijd wel leuk aan vind, ik kom oorspronkelijk uit Den Helder vandaan, had je altijd, als je met de Texelse boot ging naar Texel toe, dan kreeg je meteen al zo'n vakantiegevoel. Yeah. En dat heb ik nu met de Markerwadden ook. Als je op die boot stapt in Lelystad, je zit op de boot, je krijgt meteen een vakantiegevoel. Yeah. En je bent, drie kwartier later ben je op een eiland op een hele bijzondere plek. Maar dat is in het Markermeer? Dat is in het Markermeer, dat is een mooi gebied om in te polderen, zodat we grond kunnen gebruiken voor huizen, bijvoorbeeld. Ja, dat was toen de tijd ooit nog het idee, hè, met de Markerwaard. Dat is toen de tijd, daar is een streep doorgehaald om inderdaad de Markerwaard in te polderen. Zou dat een goed idee zijn? Nee, daar houden we de visserij maar. Ja? Ja. Maar dat hebben, beetje visserij dat we nog hebben. We hebben grondtekort in Nederland. Ja, dan gaan we eerst andere plekken zoeken voordat we over de Markerwaard gaan praten. Ik weet dat het oorspronkelijk plan was. Ja. Maar het IJsselmeer, er wordt nog vrij weinig gevist. Alle vis zit momenteel in het Markermeer. Mm-hmm. Dat is een feit. Dus al die IJsselmeervissers die zijn eigenlijk opgeschoven naar het Markermeer. Dus die paar vissers die er zijn, die wilde ik toch wel koesteren. Ja. Ja. Ja, maar die Noordzeevissers, die ook op Urk er veel zijn, die leveren allemaal hun kot erin. Die wordt vernietigd en ze mogen niet meer vissen. Nee, dat klopt. Dat is verschrikkelijk. Ja. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, provinciaal kunnen we er natuurlijk heel weinig aan doen, behalve lobbyen met Den Haag. Met gewoon onze standpunten continu kenbaar maken. Dus provinciaal maak je daar natuurlijk geen beleid op. Maar BBB zal zich daar heel hard voor maken om dat beetje visserij wat er nog is, om dat te behouden. En ook om vissers die gestopt zijn, of jonge vissers die willen beginnen, nieuwe kansen te geven. Ja. Waar u wel wat aan kan doen, meneer Hofstra, zijn de boeren. Want het stikstofdossier is door Den Haag bij u op tafel gegooid. Dat is een provinciale verantwoordelijkheid inderdaad. In het kader van het landelijk gebied, om zo maar te zeggen. Ja. Provinciaal plan landelijk gebied. Maar we hebben daar wel bij doelen gekregen vanuit Den Haag. Mm-hmm. En die doelen, daar zijn we als provincie verantwoordelijk voor. Ja. En dat zijn niet alleen doelen op het gebied van stikstof. Maar er zit een bredere opgave in qua doelen. Ook voor water, ook voor bodem, et cetera. Maar daar kunnen we inderdaad als provincie zijn, hebben we wel degelijk ook knoppen. Maar die boeren zitten behoorlijk in de knel daardoor. Nou, weet je wat het is in Flevoland? Flevoland is natuurlijk een prachtige, innovatieve landbouwprovincie. Ja. En ik denk dat we dat naar de toekomst ook gewoon moeten en kunnen blijven ook. Het voordeel is voor Flevoland, we hebben geen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Mm. Dus in Flevoland is de opgave is haalbaar. Als het goed is, volgende week gaan we ook richting de Staten. Dat we het gebiedsproces wat we nu in de Noordoostpool aan het doorlopen zijn met stikstof. Hè, waarbij we een reductie van 50% als doel hebben gesteld voor een deel van het natuurgebied Overijssel. Wie de weer hebben om soms, weer hebben wie. Om die op te pakken en dat gaan we ook halen. Dus dat lukt ook gewoon. En dat lukt met innovatie, dat lukt in samenspraak met de boeren. We hebben ook een uitvraag gedaan. Hè? Dat komt nou zelf met ideeën, want wij moeten het niet gaan verzinnen. Gelooft u dat, mevrouw Keuter? Ja, ik vind de provincie heeft hierin complimenten van mij. Mm-hmm. Zoals ze daarmee omgaan. Dat ze in samenspraak met de boeren. Wij hebben in Flevoland nog geen rellen gehad zoals ze vorige week in Utrecht hebben gezien. Dat er gewoon iets op een bordje bij de boeren neergelegd wordt van mensen, jullie moeten weg. Ja. En complimenten naar het huidige college wat dat betreft. Toch in de naam van uw partij zit het woord boeren. Ja. Het is niet voor niks. Ja.
Nee, dat is natuurlijk begonnen uit onvrede zoals er met de boeren omgegaan wordt. En ik denk dat landelijk valt er ook heel wat te verbeteren in de omgang en de communicatie met de boeren. En dat zal in Rostra met me eens zijn ook. Mm-hmm. Dus en BBB wil natuurlijk ook graag een aanpassing van die stikstofwet. Die heeft een initiatiefnota ingediend die nog behandeld moet worden. Dat we dat toch allemaal een beetje werkbaarder maken met elkaar. Ja. Dus daar sta ik natuurlijk 100% achter. Dus in die zin bent u het gewoon met elkaar eens, zeg maar, in Flevoland? Ja, dat denk ik wel. En dat typeert denk ik ook wel Flevoland. Hè? Want zoals mevrouw Keuter ook zei, wij zijn er echt wel een afwijkende provincie met de andere provincies. Ja. Maar het neemt niet weg, dat zeg ik ook in alle eerlijkheid. Zoals wij, en dan zeg ik maar even, de overheid is omgegaan ook met de boeren. Bijvoorbeeld de pasmelders, dat vind ik schandalig. Mm-hmm. Dat raakt me ook persoonlijk echt als ik in gesprek ben met de boeren. Die gewoon echt de goede trouw handelen. Die in 2019 eigenlijk door een uitspraak van de rechter eigenlijk vergunningloos zijn geraakt. Hè? Ja. Dus met een pasmelding. Ja, hoe wij daarmee omgegaan zijn als overheid zijnde. En dat is gewoon, dat is niet alleen voor Flevoland, hè? Dat is breed. Mm-hmm. Ja, vind ik schandalig. Meneer Hofstra, er zit nu een minister van uw partij. Ja. Ik vergist hem, hè? Dat Ja. Dus ja, u wordt er wel op aangekeken. Nou ja, afgelopen maandag was Pieter Adema ook in Flevoland. Daar zijn we ook de hele dag met hem op pad geweest. Zijn we naar de visserijschool op Urk geweest. En s'avonds hadden we een bijeenkomst met 300 agrariërs in Noordoostpolder. Mm-hmm. Waar we het juist over dit soort dingen hadden. Waarbij we het juist hadden over het toekomstperspectief voor de boeren. En Adema was de eerste die ook in diezelfde bewoording als ik nu gebruik. Van schandalig hoe wij met de pasmelders omgaan. In diezelfde bewoording ook gebruikte. En ook zegt, dit moet de topprioriteit zijn. Als eerste moeten we die pasmelders gaan vergunnen, want die mensen wachten al sinds 2019 op een vergunning. En daar wil ik me ook keihard voor sterk maken. En dat heb ik ook gedaan de afgelopen tijd. Daar waar mogelijkheden zijn in Flevoland, kopen wij stikstof om mogelijk pasmelders ook te kunnen vergunnen. Nou, u noemt dat nou. Er zijn boerenbedrijven in Flevoland opgekocht om stikstofruimte te creëren voor een vliegveld. Dat klopt niet. Dat klopt niet? Nee. Nee, er is geen bedrijf in Flevoland opgekocht voor door Lelystad Airport. Mm. Ze hebben bedrijven gekocht in Gelderland, in Utrecht. Volgens mij zelfs ook eentje in Zuid-Holland. Ja. Maar niet in Flevoland. Wat vindt u daarvan? Van Lelystad Airport? Ik vind sowieso dat ruimte voor gekocht wordt. Ik vind niet dat we stikstof moeten uitruilen. Dus de stikstof van de boeren, de ammoniak en de NOx van de vliegtuigen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat we dat wel gescheiden moeten houden. Dus we moeten nooit stikstof van een boer kopen om een vliegveld te openen. Het stikstof van de boeren is voor de boeren. Ja. En dan moeten we op een andere manier voor eventueel een vliegveld zorgen of een andere bestemming ervoor maken. Maar niet ten koste van boeren. Nou, uw partijleider die heeft gezegd, laten we vliegveld Lelystad gebruiken om huizen te bouwen, asielzoekers te vestigen. Ja. Of teruggeven aan de natuur? Ruimte genoeg. Nou ja, of we bijvoorbeeld een expocentrum van maken. Een mooi beursterrein. Ruimte genoeg. Mooi idee, meneer Hofstra. Van te maken. Expocentrum. Heel veel werkgelegenheid. Ik hoor dat inderdaad ook. Hè. En ik kan een heel eind meegaan inderdaad, hè, met de opmerking van je moet, dat noemen ze dan de groene stikstof en de grijze stikstof, niet met elkaar vermengen. Ja. Maar dat hebben we in het eerste begin hebben we dat echt juridisch laten uitzoeken van of dat juridisch mag. Ja. Om daar een schot tussen te zetten. Ja, en daar krijgen we gewoon juridisch de handen niet voor op elkaar. Mm. En als je dan kijkt inderdaad naar Lelystad Airport voor een andere, een andere export of noemen wat. Aan de andere kant denk ik bij mij, wij zijn ook wel een partij waarvan we zeggen, ja, een woord, een woord. Er is bijna 165 miljoen geïnvesteerd daar in dat gebied. Er zijn ook banen in het vooruitzicht gesteld. Juist ook voor mensen met mbo 2, 3 niveau. Hè. Flevoland zit echt te springen om werkgelegenheid voor die mensen. Zitten wij te springen om werkgelegenheid? Maar we hebben enorm veel arbeidsmigranten in Flevoland. En die hebben we nodig om al het werk te kunnen doen. Mm, het is niet dat die op hun kont zitten niks te doen, zeg maar. Nee, maar dus moet je dat dan... Daarom heb ik het ook over mbo 2, 3. Hè. Want waar we het nu over hebben, dat is inderdaad... dat zien we natuurlijk inderdaad, de arbeidsmigranten... maar ook in de agrarische sector werken die natuurlijk. Hè. Dat is vaak niet eens mbo 2, 3. Maar juist onze jongeren in Flevoland, die op die mbo-colleges zitten... Die juist ook bijvoorbeeld of in de beveiliging of juist in de bagageafhandeling, et cetera, echt een rol kunnen hebben. Ja, ik denk dat we daar die werkgelegenheid, want we hebben continu... U zegt het is een banenmachine eigenlijk. Nou ja, we hebben, feit is dat we een continue pendel hebben vanuit Flevoland, buiten Flevoland. Ja. Iedereen in Flevoland rijdt iedere ochtend in diezelfde file naar buiten Flevoland. Een mooi beurscentrum en een paar goede vakbeurzen organiseren. Maar zien dat je het hele jaar vol hebt. Dat is ook veel werk. Het opmerkelijke is dat ChristenUnie Flevoland is voor opening. ChristenUnie Lelystad lokaal is ook voor opening. Maar ChristenUnie landelijk
heeft wat bedenkingen. Ja, wij zijn ook kritisch. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan. We hebben inderdaad ook gezegd van nou, sowieso ook een plan B. Hè? Als het niet doorgaat, willen wij gewoon echt ruimschoots worden gecompenseerd vanwege alle investeringen die we gedaan hebben. En als hij wel open gaat, en nogmaals, we zeggen het is geen besluit van ons als provincie zijn. Het is echt een rijksbesluit. Als die open gaat, moet dat echt een duurzaam vliegveld zijn. Dus duurzaam vliegen betekent dat dus ook met hernieuwbare energie. En daarnaast, het moet ook echt, dat hebben we in stikstof, alle sectoren dienen bij te dragen. Ook de luchtvaart dient bij te dragen. Dus dat betekent dat ook substantieel minder vluchten op Schiphol Airport moeten plaatsvinden. Ja. En dat een deel een overloop kan zijn in Flevoland. Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Enerzijds zeg je, jongens, je verduurzaamt Lelystad en de vliegtuigbewegingen daar. En anderzijds de overlast rondom Amsterdam Airport. Want ook daar zitten mensen in de overlast. Hè. Die verminder je enorm. En ja, het aantal vluchten verminderen. Oké, dat klinkt toch plausibel wat hij vertelt. Ja, zeker. Maar we gaan eerst zorgen dat alle boeren gewoon kunnen boeren. Ja. Voordat wij over vliegveld Lelystad over opening praten als BBB dan. Ja, En zoals Harold ook zegt, het is een landelijk besluit wat genomen moet worden. Ja. Dus het is wat dat betreft ook niet aan ons als provincie. Er is natuurlijk al heel veel geld in gestopt. Ik bedoel, de wegen zijn allemaal aangelegd. Maar het ligt klaar eigenlijk. Ja, maar net wat ik zeg, een huishoudbeurs die nu in de rij is, die kan ook prima daar naartoe. Want dan hebben we ook de wegen en de toegang al prima op orde. Dus dan kunnen we met een relatief kleine investering, kun je het ombouwen tot iets heel anders. Nou, gaan we zien. Ik wil nog even met u naar die vissers. Want mevrouw Keuter liet een plaatje van Urk schetsen. Een prachtig dorp met vissers, maar dat dreigt te verdwijnen. Ja, kijk, veel van de Urker vissers vissen al op de Noordzee natuurlijk. Hè, want ik denk dat het terecht is om inderdaad het verschil tussen inderdaad enerzijds IJsselmeervisserij en Noordzeevisserij. Maar die komen misschien hierna aan de beurt. Nou ja, we zien natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook zo. We zien natuurlijk dat inderdaad, nou ja, ik weet niet of die hierna aan de beurt komen. Maar de Noordzeevisserij, we zien gewoon met die saneringsmaatregelen, dat heeft een enorm effect op de sector. Daar hoeven we elkaar, daar zijn we het met elkaar gewoon echt eens. Maar anderzijds zeggen we wel ook daar wat voor de boeren geldt, geldt ook juist voor die vissers. Wat is dan het toekomstperspectief die we kunnen bieden? Ja. Daar hebben we bijvoorbeeld maandag, toen we dat bezoek met Adema hadden op de visserijschool, juist die blauwe maritieme sector, dat blauwe onderwijs, om te kijken ook richting bijvoorbeeld binnenvaartsonderwijs, maar ook te gaan kijken. En durven we dat ook weer opnieuw op de agenda te zetten? Bijvoorbeeld, het afschieten van het pulskorren vissen, dat is helemaal geen inhoudelijk besluit geweest. Dat is gewoon politiek besluit geweest. Ja, mevrouw Keuter, Puls opnieuw op de agenda en of Nederland dat gaan doen? Uiteraard moet Puls altijd op de agenda blijven. Maar het is natuurlijk gewoon ook zo, die vissers die hadden niet hoeven te saneren zo massaal als ze nu gedaan hebben, als die brandstofsteun gewoon uitgekeerd was geweest door dit kabinet. Landen. Zoals ieder land heeft gedaan, behalve Nederland. En als je in Frankrijk je olie koopt voor 50 cent goedkoper, als dat je het in Nederland koopt en je hebt wel dezelfde viszetje aan de markt, dan kun je de concurrentie niet aan. Ja. Dan kun je je schip niet laten varen. Dat neem ik dit kabinet en daarmee ook de minister wel kwalijk. Want maar is dit die had nog over te de brug moeten komen. Het tij voor de boomkor is niet meer te keren. Dat geloof ik niet. Er zijn er zoveel die zich aangemeld hebben voor de sanering. Ja. Zoveel die al bij de sloop in Kampen liggen. Mm. En degene die nog niet, die zich wel aangemeld hebben, maar die nog bedenktijd hebben, zeg maar. Volgens mij kunnen ze tot juli zich nog bedenken. Ik hoop van harte dat we dat nog terug kunnen draaien. Meneer Hofstra, een verloren sector dus eigenlijk, in uw provincie? Nou, ik denk niet een verloren sector in de provincie. In die zin dat we zien ook op Urk weer een hele andere bedrijvigheid ontstaan. Hè? Maritiem en natuurlijk is dat mooi. Maar die visserij, je voedselvoorziening, die moet je natuurlijk in stand houden. Want je wilt toch niet je vis uit China gaan halen? Je wilt toch gewoon je eigen visje uit de Noordzee dichtbij, duurzaam gevangen? Dat moeten we toch koesteren. Wat ik wilde zeggen is dat wat je ziet op de bedrijvigheid op Urk en de werkgelegenheid op Urk is met name nu ook als dolvoerlocatie van de vis die uit Finland komt. Of de zalm. Hè. Een groot onderdeel van de handel is gewoon al zalm. Is gewoon ook dolvoer, om zo te zeggen. Dus daar zie je dus inderdaad dat die andere kanteling alweer komt op Urk. Ja, laatste vraag. U heeft nu 3 zetels in de Staten. Hoeveel worden er dat? Wij stellen ons bescheiden op. Wij houden graag die 3 zetels vast. Oké, u bent een volslagen nieuwkomer. Van 0 naar? 5. 5 zetels voor de BBB en 3 voor de ChristenUnie in Flevoland. We gaan het zien. Dank voor dit gesprek. Want dit was uitgelicht voor vandaag. Morgen, bij leven en welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.